Hallo, welkom Hallo. Bij de video over Rosario. Ja, heb je de vorige nog niet gezien? Anna, ga die dan ook even checken. Ja. Maar je bent nu beland in de Rosario-tunnel. Ja, precies. Heb een beetje goede hints naar Rosario. Is hij de mol? Hij zou de mol kunnen zijn, anders zouden we deze video niet maken natuurlijk. Ik heb zelfs een tijdje één aflevering gedacht dat hij de mol was. Ik wel iets langer dan één aflevering. Oh ja? Oh, ik heb toch wel... 3 afleveringen, denk ik. Oh. Rosario. Oké. Dus daar komen ook de meeste hints vandaan uit die tunnelpik. Ja, precies. Ja, 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 dat snap ik wel. Laten we lekker beginnen. Aflevering 1. Ja, en ik heb eigenlijk heel erg weinig in aflevering 1, dus ik laat jou beginnen. Oh, nou, over weinig gesproken. Nou. Rosario is daar heel weinig. Nou, ja, dat is precies de reden waarom ik ja, maar dat is dus had. Ook verdacht. En heel weinig hints. Eigenlijk in aflevering 2 en 3 zie je hem ook nog steeds heel weinig. Het zou gewoon... Eigenlijk best wel, eigenlijk sinds die min 3000 euro begint hem steeds meer te zien. Dus echt en daarvoor ontwikkeling gaan, zie hè? Je hem heel weinig. En dat zou natuurlijk mollerig kunnen zijn, omdat hij dat de mol weet dat er nog 3000 euro uit de pot kan. Ja. En dat hij daarvoor dus niks hoeft te doen. Nee. Betekent niet dat dat een goede actie zou zijn. Want ik vind dat de mol altijd zijn best moet doen om zo min mogelijk geld op te brengen. Maar het kan een tactiek zijn. Zijn haar, daar moeten we het wel even over hebben. Ja, dat is wel vooral. Want vanaf aflevering 2, geloof ik, heeft in één keer dat, best wel een grote koep. Zeker. En daarvoor was het ingevlochten. Helemaal ingevlochten. En nou was de mol natuurlijk vermomd. Vermomd, ja, helemaal geschminkt. Ja, op dat feest. En dat valt een beetje op met zo'n grote precies, kop die er dus misschien had hij het wel helemaal zo gevlochten en zo. Zodat het wat minder opviel en dan kon het daarna lekker vloep. Precies. En jij had ook nog iets over die vloep. Over het smink en over wat er te zien was. Er zijn heel veel rozenkransen te zien. En Rosario betekent, schijnbaar, rozenkrans. Dat is gewoon de vertaling van Rosario. Rozenkrans. Heb ik veel. Aflevering 2, daar heb ik ook niet heel erg veel. Nee. Ik heb daar ik één dingetje. Ik heb niks. Dus dat is niet veel. Nee, je hebt daar 27 groene bordjes die het woord mol vormen op de tribune. En hij is natuurlijk 27. Nou, Rosario. Rosario. Nou, heel leuk. Aflevering 3. Aflevering 3. Jij hebt iets met die violen, toch? Ja. De violenstemmen, zo heet die opdracht. Met al die muzikanten. En Rick, die roept daar... Maestro! En dat een is natuurlijk een verwijzing. Naar Rosario, want die heeft meegedaan en gewonnen het programma Maestro. Ja. Opdracht 3 was die worstelopdracht en die heette Ermee worstelen. Mm. Dat spel je natuurlijk Ermee spatie worstelen, maar het zou Wie is de Mol die zijn als, het, als er een spelfout in zat, dus, of een taalfout eigenlijk. Mm. Dus er stond R spatie mee spatie worstelen en dat kan twee dingen betekenen. Nou. Of Rick McCullough kan na 20 jaar, misschien nog wel langer, nog steeds niet goed de Nederlandse taal. Of er zit een hint in. En wat is dan de hint? Ermee worstelen. Rosario. Of Rian, maar Rian is het niet. Is... Dus Rosario, die was mee bij het worstelen. Ah. Ja, hij zat in die zaal. Hij ging mee met worstelen. Ermee worstelen. Ja, dat vind ik een goeie. Bij die opdracht ermee worstelen, dan wordt Rosario betrapt op dat hij verkeerde foto's maakt. Ja, door Kees. Volgens mij door Kees. Ja, Kees. En dan reageert hij echt zo van, huh? Mag dat niet? Ja. Inderdaad. Hij leek er niet heel erg wakker van te liggen dat hij verkeerde foto's, dat hij alleen maar verkeerde foto's aan het maken was. En hij verweet het ook een beetje dat hij geen gehoor, natuurlijk een gehoorapparaat, dat hij het niet kon horen. Nou, dat is natuurlijk klassiek. Mollig gedrag. Klassiek mollig gedrag om zeg maar jouw gebrek, klinkt zo negatief, jouw handicap. Nee, om jouw zeg maar jouw hoe zeg je dat netjes? Om de dingen die waar je niet zo goed in bent of die je niet zo goed kan, om dat dan heel erg in te zetten als smoesje van dat je dus een kandidaat bent en niet. Aflevering 4. Revanche. Ja, hij belt daar wel heel veel geld weg, hè? Hij belt heel veel geld weg en voor niks. Want hij was dus aan het bellen voor een joker. Op zich is dat niet heel gek en kan het ook als kandidaat. Maar maak dan in ieder geval je telefoontje af. Dat heeft hij niet gedaan. Nee. Dus hij heeft heel veel minuten verspeeld.
En heeft uiteindelijk geen joker. Nou, als kandidaat wil je in principe een joker en niet niks. Dus dan kun je net zo goed nog even blijven hangen. Ja, en dat was ook een reden om daarna gewoon nog een keer te bellen voor de joker. Want hij had nog geen joker. En hij wou natuurlijk wel een joker. Ja, en als mol heb je natuurlijk helemaal geen joker nodig. Die wil gewoon zoveel mogelijk minuten wegspelen. Ja. En hij was ook degene die dan aan Toast en zo vertelde van ja, we kunnen jokers verdienen. Dus de ga daarvoor, weet je wel. Hij was ook echt aan het aansporen om voor jokers te gaan. Zeker, zeker. Aan het einde van die opdracht waren ze op de markt, moesten ze die voorwerpen kiezen. Nou, ze hadden daar best wel veel voorwerpen goed. Ja. Alleen Rosario was precies betrokken bij de voorwerpen die fout waren. En dat is natuurlijk gek. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Fonds, die heel erg betrokken was bij alle voorwerpen die goed waren, was hij dus vooral foute voorwerpen aan het geven. Dat vind ik verdacht. Heel verdacht. En maar 2 van de 7 goede voorwerpen was Rosario bij betrokken in de keuze. Nou begin ik toch te twijfelen aan de Anna-tunnel hoor. Dat vind ik een goeie. En je had natuurlijk ook al die minigames op de boot. Ja. Daar lost hij eerst die puzzel op met dat doolhof. Ja, echt die in één keer zo. 3 seconden, ja, niet eens. Op zich kun je daar gewoon goed in zijn, hè? Nee, tuurlijk. Maar daardoor wint hij vertrouwen. Ja. En vervolgens die andere opdrachten doet hij allemaal fout. Ja. Maar het bizarre is dat hij er steeds eentje vanaf zit. Bijvoorbeeld met die vierkantjes. Ja. Maar dan zit hij ook net eentje te veel. Dat vind ik ook wel knap. Dat is heel knap, ja. Te veel kan hebben. Ja, ja, dat vind ik ook knap inderdaad. Kees roept daar West Samoa. Dat bestaat niet natuurlijk. Want het is gewoon Samoa. Maar sinds 1997 ook. Dus dat is al een tijdje. Dat is al een tijdje. Wat er gebeurde toen die puzzel dus werd opgeborgen. Puzzel of puzzel? Puzzel, maar daar hebben we het eerder over gehad. Team puzzel! 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 Puzzel. Toen die puzzel werd opgeborgen, kwam Rosario ineens met Wit-Rusland! Oh, Wit-Rusland! Ja. Nou, te laat. Te laat. Echt stom. Heb je geteld hoeveel driehoeken er waren? 27. Oh, dat is zijn leeftijd. Ja, dat weer een leeftijd in. Jeetje. Nou, ik denk dat het ook deze aflevering was dat ik dacht, sor. Zou het zomaar toch wel eens kunnen zijn? Zomaar? Huh? Zomaar? Nou ja. Goed. En je had een roze rivier in beeld. De Rosario. Rosario. Ja, 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 die vind ik ook goed. Ja, zeker, zeker, zeker. Er waren sowieso wel meer paarse dingen. Zijn lievelingskleur. Zijn lievelingskleur. Dan gaan we meteen naar aflevering 5. Terugkeer. Daar waren allerlei paarse dingen. Hij had natuurlijk dat mingeld, die min 3000 euro. Dat is al verdacht te noemen. Als mol is dat natuurlijk de ideale daad om te doen. Maar het lag op de paarse tafel. Ja. Dus zijn lievelingskleur werd heel duidelijk benoemd. Nou, er is nog meer paars. Die Rosario. Maar ook sommige symbolen op de tarotkaarten. Ja, die zijn ook paars. Die zijn ook paars. Hier het hartje. En Kees droeg een paars shirt in aflevering 1. In die karretjes hingen allemaal rozen en bloemen. Ja. Rosario. Ja. Op het geld zien we ook allemaal bloemen getekend. Ja, is gek. Rosario staat ook op het rode mingeld. Dat vind ik nog steeds frappant. In opdracht 2, met die telefoons en die piñata's. Dat is natuurlijk de hint als Rosario de Mol is. Nou, hij kreeg het woord vogelverschrikker. Hij moest het synoniem daarvan zoeken. Molik. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is daadwerkelijk een woord. Molik. Mol. Spatie. Ik. Maar dat kan toch geen toeval zijn? Dat ze zeggen, ja, dat was geen hint naar de mol. Als hij de mol is, dan is dat geen toeval. Nee. Nee, maar ook als hij niet de mol is, dan is het gewoon om te misleiden. En het is ook zo, het is nooit in beeld geweest dat het mol ik was. Nee. Je hoort hem alleen zeggen, oh, ik heb vogelverschrikker. Ja. Dus het is niet een hint die echt in your face. Je moet het echt googlen. Ja. En dat vind ik hem wel sterker maken. Als het gewoon in beeld was, had ik gedacht, oké, dit is wel heel opvallend. En bij diezelfde opdracht heb je natuurlijk oud-mol Dennis Wening. En die is daar een liedje aan het En toen ik dat voor het eerst las, ik had het nog niet gehoord, maar ik las dat iemand dat zei. Toen dacht ik, ja hoor, ja. En toen ging ik luisteren. En toen ging ik dus het origineel ernaast luisteren. We hebben het over Mockingbird Hill. En holy shit, dat lijkt echt best wel erg op. Ja, lijkt zeker. Ja, Mockingbird Hill dus. Rosario Mussendijk. Een mockingbird is iets anders dan een mus. Ja. Maar het is wel een vogel. Ja, maar Guus Geluk is ook geen eend. Het is een gans.
Dus dit zou dit is gewoon een hint van de Wie is de Mol productie. Ja. Typisch. Typisch. En dat die briefjes, de geldbriefjes bij Dennis Wening, ja. Er waren allemaal briefjes van 5. Wie is er als 5e in de leader te zien? Dat zal wel Rosario zijn. Aflevering 6? Ja, ik heb aflevering 6 en 7 niks. Dus okay. Brand los. Nou, niets is iets. De opdracht met de Maya-getallen, daar heeft Rosario het Maya-getal 8 vast. Ja. Nou, in de Maya-getallen is 8 ook gewoon mol de mol. Ja, zeker. Ja, bij die opdracht met die danspassen, dan zegt hij zo van in zo'n biecht, de mol die is vast ontzettend aan het genieten. Ja. En nog geen 15 seconden later... Zit hij nietjes in een papiertje te doen? Nee. Dan is hij aan het genieten. En dat zegt hij ook. Ik ben hier heerlijk van aan het genieten. Wat is er nou? Ja, heel leuk. Ja, dat is toch gewoon een goede hint. Heel goed. Ja. Ja. Ik heb ook nog een anti-hint. Oh. Naar ja. Dat die Fons daar... Meteen inderdaad, zeggen, Fons, ja. Jij moet er weg. Inderdaad, weg, ja. Ja, nee, inderdaad. Want ze hadden dus die bonusvraag. Waarbij de kandidaten dus ook op de juiste plek moesten gaan staan. Afhankelijk van de vragen die ze eerder hadden gehad in de opdracht. En Fons die bleef heel stoïcijn staan bij een bepaald groepje. Maar Rosario wijst hem erop. Je moet naar het andere groepje. Fons doet dat niet. Nee. En dat is fout. Fout. Is Rosario daar een kandidaat of weet hij ook gewoon, ja, die Fons, die gaat niet luisteren. Die blijft gewoon staan. Nee, een mol die gaat niet mensen op fouten corrigeren als ze nee. Heeft. Nee. Dus, leuk dat je keek naar deze video, maar Rosario is niet een mol. Nee, in dit geval nee, niet. Nee. Aflevering 7, vooruitblik. Ja, die hele opdracht met muziek, dat is ja, gewoon dat één grote maestro. Dat is verwijzing. Rosario, dat is, ja. Hij mag ook. Dirigeren nog op het einde. Ja. Ja, dat waren in extra beelden te zien. Maar hij ging zelf nog even dirigeren. Wel heel leuk voor hem natuurlijk. Maar dat is wel verdacht. Heel verdacht. Ja. En ze moeten de leader dirigeren. En ja. Leader, dat is de leider. Ja. En hij staat daar als leider te dirigeren. En Mol is ook een leider. Precies, de leider van de groep. Ja, leader. Nee. Nou, heel sterk. Helemaal eens, ja. Ja. Nee, sowieso veel muziekopdrachten. Hè? Dus dat is sowieso wel verwijzing naar Rosario. Dus zeker. De zoveelste muziekopdracht. Weer een maestro. Ja. Ja. Hij haalt ook €500 uit de pot. Door even lekker in de testvragen te gaan kijken. Ja. Zou ook een goede mol-actie kunnen zijn. Is dat wat een mol doet of wil een mol bieden? Ik zou in eerste instantie ook wel willen bieden. Want dan kan je een veel hoger bedrag uit de pot halen. Maar als weinig mensen in die testvragen kijken, wordt de kans ook heel klein dat er daadwerkelijk geld uit de pot gaat. Dat is waar. Het is natuurlijk, ja, nee, dat snap ik inderdaad. En je kan er als mol misschien wel van uitgaan dat er sowieso wel een bedrag uit de pot gaat. Omdat kandidaten ook graag een prijsstelling willen hebben. Dus misschien is het al slim om nog even net die extra €500 uit de pot te halen. Ja. En ook weer een anti-hint wel dat Babs er uit lijkt te zijn gegaan op Rosario. Dat wordt ook in de montage echt bewust laten zien. Dat zij daar dan volledig op Rosario zou zitten. Maar ze benoemt het niet. Nee, dus het kan ook misleiding zijn in de montage. Ja. Maar ik blijf nog een beetje hoop houden dat ze dat niet doen. Aflevering 8. Met het laser game natuurlijk. Ja, dat is ook wel weer een anti-mol actie naar Rosario. Hij laat daar die €2000 door. Ja. Terwijl, dat hoeft helemaal niet. Waarom zou een kandidaat niet gewoon iedereen afschieten? Nee, ja, ik als mensen... kandidaat zou in ieder geval iedereen afschieten. Ik ook. Allemaal afschieten, gewoon lekker die jokers als een cashen. Sniper bitch. Precies. Zou ik iedereen afschieten. Lekker die jokers cashen. Vooral ook omdat Rosario niet weet wat ze voor dat geld eventueel de jokers hadden moeten doen. En dat was natuurlijk best wel een moeilijke opdracht met het kaarthuis bouwen. Kijk, dat is echt heel moeilijk. Ja, terwijl jij dat doet. Er waren mensen die zeiden... Ja, Rosario heeft aangegeven dat hij Rian echt vertrouwt. Volledig vertrouwt. Klopt. Dus dan zou het gek zijn als hij haar hier afschiet. Dan wordt hij ontzettend verdacht. Dan past het niet bij wat hij zegt. Maar ergens denk ik, ja, je kan iemand wel vertrouwen. Of geloven dat hij niet de mol is. Maar als kandidaat wil je toch gewoon jokers hebben. Je hebt een kans op jokers. Je weet nooit zeker of Rian voor geld is gegaan of niet. Dus je kan altijd iemand afschieten. Onder het mom van, ja, ik ben gewoon voor jokers gegaan. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, toch? Lukt het een beetje? Oh, nee. Lukt niet helemaal, hè? Rosario zegt die aflevering ook, doe maar wat zinnigs. Ja. Ja, de titel zinvol. Ja. Zinvol. Zeker. En hij zegt nog iets vreemds, namelijk dat hij dankbaar is dat er die opdracht maar
80 euro. Dat is wel raar. Dat was wel gek. Dat is wel gek. Hmm. En hij vist natuurlijk gewoon geen woorden op. Kijk, je kan kutwoorden opvissen, maar je kan ook gewoon geen woorden nee, opvissen. Nee, dan schiet het ook niet. Ja. Nou, zijn we klaar? Dit waren de hints naar... Rosario. Rosario. A.K.A. Sor. Sor. Dat is ook een spiegelhintje, hè? Ja. Ja. Het is goed. Bedankt voor het kijken. Like. Kijk vooral de andere video's ook. Ja, ook diegenen die er nog komen. Dus niet alleen die van Anna. Die staat er al op. Maar ook de rest en de nutteloze hints. Ja, die komen ook nog. Ja, ja. Dat is en natuurlijk jouw podcast. Ja. Video's op de Telegraaf. Ja, en de normale video's. Ja, precies. Ja. De Instagram. Instagram. De Instagram. Ja, ja volg. Dat zou gezegd zijn. Volg. Ja. Ja, volg hem ook op Instagram. Hè, want dat is ook leuk. Nou, dankjewel. Hey, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Doei!